Wij geven ze concrete tips van hoe ze zo'n situatie van gedwongen huwelijk, achterlating en genitale verminking kunnen voorkomen, maar ook hoe ze het land veilig kunnen ontvluchten. Sherin, Femme for Freedom heeft een nieuwe campagne gelanceerd. Ontsnap aan je vakantie. Waar gaat het over? Het is een campagne voor vrouwen en meisjes die te maken krijgen met uithuwelijking, met gedwongen achterlating en genitale verminking in het buitenland. Vanuit het perspectief van slachtoffers, voor de doelgroep, door de doelgroep. Bieden jullie ook tips voor hun om terug te keren naar Nederland? Ja, wij geven ze concrete tips van hoe ze zo'n situatie van gedwongen huwelijk, achterlating en genitale verminking kunnen voorkomen. Maar ook hoe ze het land veilig kunnen ontvluchten. Ik ben van mening dat met deze campagne daar in ieder geval de bewustzijn bij scholen en ook bij autoriteiten wordt vergroot. Dat we dat moeten zien te voorkomen. Kijk, we geven ontzettend veel geld uit om vrouwen overal in de wereld te laten emanciperen. Maar onze eigen vrouwen, dus Nederlandse vrouwen, vrouwen met een Nederlands paspoort, die dit soort, ja, in onze ogen achterlijke dingen kunnen overkomen. Ja, die hier vaak ook nog gewoon zijn geboren en echt getogen. Zo is het. Die moeten we in de allereerste plaats beschermen, vind ik. Hand en Broeken die heeft zich hard gemaakt om een team te activeren die actief helpt met die meisjes en vrouwen terughalen. Dat is nu 2 jaar aan de gang en er zijn nog niet zo heel veel meiden teruggehaald. Gaat dit snel genoeg? Nou, ik vind het echt ontzettend tof dat Hand en Broeken dit geregeld heeft. En ook met de middelen die hij heeft geregeld via de Kamer. Maar helaas gaat het te langzaam. Het gaat hier om mensenlevens. Het gaat hier om vrouwenlevens en kinderlevens. Gaat het om 10 meisjes die succesvol zijn teruggebracht? Of 2 of 20? Nou, het gaat tot nu toe om een handjevol, ja. Maar het 10-voudige is denk ik ook mogelijk. Ondanks uw Kamermeerderheid hoor ik het toch in ieder geval in de media en wat ik zo hier en daar volg, vooral over bijvoorbeeld de dividendsbelasting gaan, terwijl dit vrij urgent is, lijkt me. Ja, nou, ik zal niet zeggen dat dividendbelasting geen interessant onderwerp is, maar daar staan de kranten vol mee en de debatten ook hier. Maar hier kunnen we nou echt iets doen voor Nederlandse vrouwen, vrouwen met een Nederlands paspoort, die op het moment dat ze naar vakantie gaan, naar de landen waar ze ook een band mee hebben, dan eigenlijk de verschrikkingen van een de facto gevangenschap wachten in een huwelijk wat ze niet wensen. Of omdat ze achtergelaten worden in omstandigheden waarvoor ze niet gekozen hebben. Heeft het voldoende prioriteit op de politieke agenda? Nou, het moet ook prioriteit hebben van de diverse organisaties. Kennisinstituten die blijven onderzoek doen, die lobbyen niet richting de politiek. En als het gaat om religieuze organisaties, ja, die vergeten ons ook steeds. Die vergeten deze groep meiden en vrouwen steeds. Dus nou ja, goed, dan moet Femme for Freedom het maar doen. Over welke landen hebben we het dan vooral? Ja, het zijn natuurlijk met name landen waarin dit soort gewoonten en praktijken nog steeds voorkomen. Dan moet u denken aan Pakistan, maar ook Turkije, Marokko, maar ook landen in Afrika, Ethiopië bijvoorbeeld. Ja, het gaat hier wel om Nederlandse vrouwen en meisjes. En het is ontzettend taai, het is moeilijk. Maar dat betekent niet dat we deze meisjes mogen vergeten.